Ik kan niet genoeg benadrukken hoe erkentelijk en dankbaar het stadsbestuur van Beringen, de Alcoa Foundation, is voor deze uiterst gulle donatie. We zijn hier vandaag samen in het casino van Beringen. Beringen is een stad van 42.000 inwoners. Wij stellen vast dat er heel wat schoolse vertraging en taalachterstand is in het basisonderwijs. 22,6% van onze leerlingen die hebben schoolse vertraging. Dit is ten opzichte van de provincie Limburg slechts 11,2%. De grootste groep hier binnen is van Turkse afkomst. In deze gezinnen is de thuistaal dikwijls niet het Nederlands, maar het Turks. Dit leidt voor kinderen uit deze gezinnen vaak tot taalachterstand in het onderwijs, gevolgd door schoolse vertraging. Om die schoolse vertraging te kunnen aanpakken, hebben wij in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, met de stad uiteraard, en met het PWH en het lokaal overlegplatform Gelijke Onderwijskansen de handen in elkaar geslaan en zijn wij gekomen tot de ontwikkeling van het project Op Stap. Op Stap is feitelijk een dubbel project. Enerzijds is het een project om ontwikkelingsbegeleiding te organiseren met kinderen en hun ouders uit kansarme gezinnen, kinderen van 0 tot 6 jaar. En anderzijds is het een huistakenbegeleidingsproject voor de scholen basisonderwijs. In de huistaakbegeleiding ondersteunen wij kinderen en ouders in het leren om mogelijke achterstand te voorkomen of te beperken. En wij doen dat door samen met de kinderen in kleine groepjes te werken rond huiswerk, zodat zij leren zelfstandig werken. En langs de andere kant brengen wij ouders ook samen, zodat zij handvatten krijgen om hun kinderen te ondersteunen in het huiswerk maken en het leren thuis. En langs de andere kant is het spreken met ouders over schoolgebeuren ook belangrijk om hen meer met het schoolse te betrekken.